Wij hebben in het Stadsmuseum Almelo tot en met 10 september een expositie over het wel en weet leven van Jules Hedeman. Jules Hedeman was een zoon van Hartog Hedeman, de fabrikant van Hedeman, aan het Sluitersveld. En hij ging al op zeer jonge leeftijd, hij was 17, naar Zuid-Afrika om in zaken te gaan. Maar op een of andere manier, dat is mislukt. En hij komt terug in Engeland, waar hij voor een sportkrant gaat werken in Manchester. En daar blijkt dat hij zijn stijl gevonden heeft. Hij door zijn krant naar Londen gestuurd om verslag te doen van een conferentie over de Tweede Boeroorlog. En daar ontmoet hij een Fransman die hem introduceert bij de Franse krant Le Siècle. Dan wordt hij de man in Londen. En dan wordt hij de man in Londen voor Le Matin. En op een gegeven moment gaat hij eigenlijk al vrij snel naar Parijs. En wordt daar uiteindelijk chef van de buitenlandredactie van Le Matin. Ja, hij was een heel goed journalist. Hij ging om met de grootte der aarde, met de Amerikaanse presidenten, met noem het maar op. En hij was een soort kuifje, heb ik wel eens gezegd. Want hij kwam achter dingen waar anderen niet achter kwamen. En hij is kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Berlijn, natuurlijk in Parijs. En hij heeft contacten tot in de hoogste kringen. En hem wordt verzekerd van alle kanten, er komt geen oorlog, of komt nu nog geen oorlog, het gebeurt helemaal niet. En dat schrijft hij. En een paar dagen later breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Het was dus echt, op zijn Frans gezegd, een kanaar. Een enorme misser. En weg was zijn reputatie. Zijn reputatie was weg, al kon hij wel wat potjes breken, maar hij werd ook door het Franse publiek, dat werd hem allemaal natuurlijk niet in dank afgenomen, maar hij heeft toen als, ja, zeg maar misschien een soort boetedoening, is hij dienst gaan nemen in het Franse leger, want hij was in 1911 genaturaliseerd tot Fransman. Hij is bij Verdun uiteindelijk gesneuveld of vermist geraakt. Een tijd geleden, wel 2 jaar geleden, kwam ik op het spoor van, ik weet ook niet eens meer hoe, maar van Nico van der Woude. En Nico van der Woude had een boek geschreven over deze figuur en had contact gehad ook met de familie Hedeman Joosten daarover. En de familie Hedeman Joosten had in de familie een doos met paparazzen en foto's en persoonlijke briefjes van Jules Hedeman. Eigenlijk te weinig om een expositie mee op te bouwen. En toen zijn we gaan denken van hoe kunnen we dat dan doen? En toen hebben we Maartje de Zeeuw, die bij ons vrijwillig is, bereid gevonden om een inspanning te leveren om een studie te maken van hoe was die oorlog nou voor Nederland? Hoe was die voor Almelo? Wat waren hier de items? Er was honger, er was distributie, er werd enorm gesmokkeld. Er was van alles gaande. Ook de vrouwenemancipatie kreeg een enorme schwung door de Eerste Wereldoorlog. Zij kwam op het spoor van Adrie Ladenius, waar overigens straat na is genoemd. Als eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Almelo, overigens pas na de Eerste Wereldoorlog. Maar dat soort dingen, er waren enorme omwentelingen in Nederland en ook in Almelo. Daar gaat de tentoonstelling ook over.